Ja, ik omschrijf deze zaak eigenlijk altijd als een soort eerste dominosteentje wat gaat vallen. Er komen namelijk mogelijk misschien meer rechtszaken aan tegen Trump. En vergeleken met al die andere rechtszaken kunnen we dit in ieder geval, naar mijn mening, klein bier noemen. We hebben 6 januari nog gehad, de Capitoolbestorming. Trump heeft geprobeerd, althans daar wordt hij dan ook van verdacht, in Georgia een aantal mensen onder druk te zetten. Hè, waaronder van zijn eigen partij. Van nou, ik sta daar een paar procent achter op Biden. Doe er even wat stemmen bij. Ja. Ja? Nou, daar is een telefoongesprek van opgenomen. We hebben een geheime document nog. Precies wat jij zegt, dat zijn veel ergere dingen dan dit. Maar meneer Bragg, die we net hebben gehoord, zal zeggen, ja, maakt niet uit dat het erger is. Ja. Ik ben voor dit district verantwoordelijk, dus ik pak hem aan.